Op 22 mei werd op het complex van de KVL-leerfabriek aan de Almeestraat een open dag gehouden. De machinekamer van de KVL-leerfabriek was de plaats om het boek van Stoom naar Stroom te presenteren. De voorzitter van de stichting Stoommachine Oosterwijk, Bas de Witte, introduceert de schrijver van het boek, Jan van Leest. Deze vertelt dat het boek ontstaan is omdat, samen met hem, een aantal vrijwilligers rondleidingen geven aan belangstellenden van de stoommachine. En dat de gidsen informatie nodig hadden om de belangstellenden te informeren over de grote Belgische 1300 pk Karelse stoommachine uit 1924. Een bladzijde informatie werden 2 bladzijden. En 5 bladzijden werden 10 bladzijden. Totdat het ineens een heel boekwerk was geworden. Dit boekwerk is vandaag gepresenteerd onder de naam van Stoom naar Stroom. En beschikbaar voor geïnteresseerden. Ik sta hier tegenover de schrijver van het boek, Jan van Leest. Waarom een boek over van stoom naar stroom? De insteek om het boek te maken was eigenlijk simpel een verhaaltje te maken voor de mensen van de stoommachine zelf, de vrijwilligers. Want de vrijwilligers die geven hier rondleidingen en om de petten of de neuzen dezelfde kant op te krijgen, vonden wij het belangrijk om daar een verhaal van te maken. Dat verhaal is gegroeid, mede door de vrijwilligers zelf, maar ook door mensen van de oud-KVL-medewerkers en nog anderen, om daar een verhaal mee te maken waar de Oosterwijkers iets aan hebben. En dat verhaal is uiteindelijk gegroeid in een boek wat heet Van Stoom naar Stroom. Hoe kan men aan zo'n boek komen? Dat boek kunt u krijgen via onze website www.destoommachine.nl. En daar vindt u ons mailadres, secretariaat, apenstaartje, destoommachine.nl. Als u daar een mail naar stuurt, dan krijgt u van ons het respons hoe u het beste aan een boek kan komen. U kunt ook naar de boekhandel en u kunt ook straks naar de VVV.